in. Maar, Jean-Luc, vertel eens alsjeblieft, wie zijn de nieuwe Nacho-spelers? Ja, de nieuwe Nacho-spelers. Het bericht is vandaag gelanceerd. We hebben eigenlijk al 2 weken opbouw hier naartoe gehad. 2 weken geleden hoorden we van, ja, er komen spelers bij. Vorige week hebben we al wat namen in de show genoemd. En natuurlijk 3 namen waar we heel erg naar uitkeken, zijn deze week eigenlijk vandaag officieel bekendgemaakt. Diego Bisseswar, Ryan Donk en Kevin Leerdam. Het zijn 3 namen waar we heel erg naar uit hebben gekeken om de selectie te mogen aanvullen. We hebben ook al vorige week aangegeven waarom we ernaar uitkijken. Omdat het gewoon heel fijn is om op dit moment spelers te hebben die zitten in een wedstrijdritme. Die voor hun clubs in de respectievelijke competities uitkomen. En Leerdam is een kampioen. Donk is een gewinterde prof die op verschrikkelijk veel plekken heeft gesproken. En Bisseswar, ja, er zijn gewoon heel veel mensen die daarna uitkijken. Ik moet persoonlijk zeggen dat ik nog niet helemaal eruit ben hoe ik erover denk. Ik hou eigenlijk heel erg van de huidige vleugelspelers. Ik ben een fan van Convalius. Maar natuurlijk, op dit moment is elke versterking is welkom. En nog een volledige, nog eentje erbij van Jeff. Florian Josefsson is ook toegevoegd. Dus dat is Florian Josefsson toegevoegd? Ja, nou, dat is het bericht wat we uit Europa hebben gekregen. Dat Josefsson inderdaad is toegevoegd aan de selectie. Dus ja, ik wil natuurlijk wel eerst op de 3 namen ingaan die officieel door de SVB zijn genoemd, maar dat is nog groter nieuws voor mij dan die 3 namen. Als Josef zo toegevoegd is that's a whole other ballgame. Maar laten we inderdaad eventjes, terwijl Jeff Kramer alle nieuws zoveel als mogelijk in de comments zet voor ons, laten we alsjeblieft eventjes overgaan naar de 3 namen die er zijn. Ryan Donk, Kevin Leerdam en natuurlijk Diego Bisseswar. Ronnie, wat valt je het meeste op van deze 3 mensen? Wie wil je bespreken? Nou, ik bekijk het zo. Voor mij is het een versterking voor onze nationale team. We hebben de Gold Cup behaald en daar is het een heel ander niveau. En je hebt profs nodig. Ik heb zelf gestaan in vooral 2008, waarbij we full amateur waren. En je komt uit tegen super professionals. En je merkt het verschil gewoon. En het wordt een beetje lastiger voor je om eigenlijk je ding te doen. Maar deze super prof zullen er zeker een bijdrage leveren aan de succes van Suriname later, Gold Cup en World Cup en voorbereiding. En de selectie doet dat in mijn oog goed. Goré doet het goed. Je ziet dat hij doet met zijn hart. Hij gelooft ook erin en hij wil een verandering teweeg brengen in het Surinaams voetbal. Dat is mooi. Maar mijn zorgpunt is dat ons voetbal hier in Suriname, wat doet de SVB? Hoe denken zij ons niveau hier op te krikken? Zijn zaken die ik mis in ons voetbalsysteem hier. We hebben het jaren gedaan op 1A volgende manier, dat niet succesvol was. En nog steeds krijg ik het gevoel dat het nog steeds zullen doorgaan. Toch? Ik deel die mening dat we nu in een situatie zitten waarbij we, waarbij we onszelf in de ogen moeten aankijken en zeggen, waar willen we gaan met onze Surinaamse jongens? Waar willen we gaan met onze competitie? Het kan niet zijn dat je een seizoen afdraait en kampioen krijgt een beker van 5000 SRD. Maar de clubs spenderen meer dan 5000 per maand. Toch, we moeten het meer waardevol gaan maken. Weet je? Zodat de talenten iets ervan kunnen overhouden aan het einde van de rit. Ja, dat is mijn concern. Internationaal zullen we scoren. Is een must. Want met deze jongens, ik heb de primeur gehad om in een mixed team te spelen. Geloof me, het is ietsje makkelijker. Omdat de jongens, come on. Ja,
Ze zijn daar voordat je iets zegt. Weet je. Dus het is een aderlaat. Het is mooi voor Suriname. En we gaan succesvol zijn. We zijn als van nature al talentvol. En deze jongens krijgen de kans om hun land van geboorte of waar ze een link hebben te vertegenwoordigen. Ik denk er zullen nu superveel adrenaline in hun lichaam zijn. Want ze gaan ons van dienst willen zijn. Yeah. Boy, zoveel dat ik wil vragen. Maar Jean-Luc, kan je gaan? Dus ik ga eerlijk zijn. Ik wil toch ook meer gaan praten over... Want Ronnie haalt iets heel belangrijks aan. Dat eigenlijk de commercialisering van het Surinaamse voetbal nooit echt op gang is gekomen. Dat eigenlijk de maandelijkse kosten meer zijn dan de prijs die je eind van het seizoen wint. En ja, ik kan het niet nalaten om de vraag te stellen, waardoor komt dat? En natuurlijk, als we eenmaal vragen waardoor komt dat, wat zouden wij kunnen doen? Want we weten dat de voetballiefde in Suriname er is. Dus de vraag is, welk oplossingsmodel, ook omdat hij natuurlijk nu in de Nationale Assemblee zit, welk oplossingsmodel, zonder de politiek erop in te hoeven gaan, hebben wij om dat toch, dat stukje commercialisering te brengen, dat iemand een profvoetballer kan zijn in Suriname? Ja, natuurlijk. Is een heel... Ga er weer op ingaan? Ik denk, om eerlijk te zijn... Okay. Is een beetje... Ik wil zeggen dat, kijk, zie dat onze nationale selectie hebben die dingen gehad. Snap je? En je merkt dat die dingen niet veranderen. En ik denk dat bedrijfsleven en ik denk ook de regering een steentje moeten bijdragen om ons voetbal een beetje te motiveren. Snap je? Want serieus, als je zegt niets voor krijg, ben je ook niets voor doen. Weet, Ronnie en ik, ja, onze tijd was andere tijd. En nu heb je verschillende dingen. Dus ik denk dat het bedrijfsleven, want kijk, ik ga je een simpel voorbeeld geven. Hè. Tijdens onze selectie heeft Ronnie die daar zit, zijn werk zelf was hij kwijtgeraakt. Hij zit daar, hij mag het zelf beamen. Omdat we veel weg gingen, we bleven niet hier. We waren constant een week hier, een week aan de andere kant. En op den duur, Ronnie was bij EBS, hij heeft zijn baan verloren. Maar ja, wie kon hem dekken? De regering zelf, ja, overheid zelf, kon hem niet eens dekken van, hey Ronnie, je weet toch maar. Ja, we moesten vechten voor ons land en daar verlies je baan. Ik weet niet, maar ja, er moet echt spoedig iets eraan gedaan worden hoor. Dus ja, ik denk dat, maar ik hoop dat het wel goed komt. Want die jongens, we hebben veel talenten hier in Suriname. Serieus. Shelley, we moeten een betere job doen met de redactie. Want elke keer als we gesprekken voeren, hier komen er heel wat andere dingen naar boven. Maar het is wel mooi dat je dit zegt. Want wat kunnen we doen inderdaad? Hoe kunnen we uren compenseren in geld? Dat is het verhaal. Hoe kunnen we investeerders interesseren in, jongens, als je nu 100.000 SRD hierin zet, krijg je er over 6 jaar 700.000 SRD uit. En dan praat ik nu over SRD, omdat dat onze currency is. Maar het is moeilijk. In Europa wordt er enorm veel, ik wil bijna zeggen, gegambled met geld. Het voetbalmodel is niet heel erg geldinvesteringsvriendelijk. Omdat mensen hun geld zetten, bijna met de wetenschap van, in de komende 6 jaar, molas, mi money. Roman Abramovic heeft pas in 2012 heeft hij 1 miljoen winst gemaakt met Chelsea FC. Hij heeft er heel wat soft power mee gehad. Hij heeft er heel wat dingen uit kunnen leren. Hij heeft wereldbekendheid gegeven aan zijn naam. Maar echt, echt Chelsea winst geven,
is het pas na een jaar of 7, pas na een jaar of 8. Dus wat is echt heel erg interessant voor iemand om geld te investeren in een voetbalploeg? In Amerika is dat, we gaan niet degraderen. Dus de competitie is van, alle clubs. En we gaan daarin gaan we een speelveld creëren dat het competitief blijft. Overigens, onze voorzitter van de SVB heeft een paar keer dit idee gelanceerd. Ik vind het persoonlijk niet zo sexy, omdat ik hou wel meer van het Europees model. Maar ja, het is moeilijk. Het is hoe interesseer je iemand om zijn geld te zetten in voetbal en te melden van, de komende 67 jaar, jolas, imoneren. En dat is ook vaak wel de trend. Een mattie van me, die meeluistert, oh my god, ik weet niet of ik dit on-air mag zeggen, maar die zegt, mannen in Suriname, my god, dit gaat niet goed lopen, mannen in Suriname investeren hun geld in 3 dingen. En de goede niet nagesproken. Maar het is of gokken, of bepaalde mannen, hoor. Echt een klein gedeelte van de gemeenschap, hoor. Een heel, 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 heel klein gedeelte van de gemeenschap besteedt het echt exclusief aan vrouwen. En een andere gedeelte besteedt het aan voetbal. En ze zijn enorm gemotiveerd. Omdat ze zo gemotiveerd zijn, moeten die mensen goed geïdentificeerd worden. Ze moeten weten dat het een lange termijn investering is. En ja, als meneer Ronnie Aluma de komende 6 jaar 40 uren moet besteden aan voetballen, then it needs to be that way. En dan moeten we een formule vinden om hem een baan te geven of something like that. Het is een complexe situatie en ik wil jullie niet vermoeien over de voorbeelden die in Europa zich hebben afgespeeld in Engeland in de jaren 1900. Maar het is deel van onze ontwikkeling als land.